ik denk ook dat het komt dat ik toch het gevoel kreeg dat ik me moest verontschuldigen voor iets waarvan ik nog steeds niet snap waarvoor ik me moet verontschuldigen. En als het dan op die manier gereageerd wordt, ja, dan raak je me. En toen ben ik even een beetje boos geworden van nou, als je dat niet begrijpt, dan ben je wel heel dom. Ik kreeg een vrij unieke aanvraag voor het familiediner van een kleindochter en haar opa. Kleindochter Anne en haar opa Peter. En dat is deze aanvraag. Hey Bert, wij hebben je hulp heel erg hard nodig om de onenigheid tussen mijn moeder en oom weer op te lossen. En zo weer één familie te kunnen zijn. Het gaat dus om de moeder en de oom van Anne, die hebben ruzie. En waarover? Dat moeten Anne en haar opa Peter me maar eens uitleggen. Goedemorgen. 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 Anne en Peter, hè? Ja, ja. Ja, klopt. Kleindochter en opa. Ik vind het zo leuk dat jullie samen deze actie op poten zetten. Ja. Weet jouw moeder hier niks van dat je dit doet? Nee. Hoe voelt dat voor jou? Ja, raar of zo. Ik deel echt alles met mijn moeder, altijd. Ja. Dus dit voelt heel onnatuurlijk om die smoesjes te verzinnen dan en zo. Ja, maar je doet het wel. Ja. En waarom doe je dat dan? Ja, omdat ik het heel belangrijk vind dat het weer goed komt. Want ja, dit is gewoon niet fijn. Nee. Wie van de twee kan het best uitleggen waar het misgegaan is? Leg jij maar uit. Ja, nou opa. Ja. Wil ik wel even uitleggen. Er was een onenigheid in de familie. En mijn dochter trok de ene kant op. Wij als ouders hadden een andere gedachte hierover. Toen was mijn zoon helemaal nog niet in beeld eigenlijk op dit verhaal. Dus er speelde iets anders in de familie. Ja, ja. Jij koos partij voor de een en je dochter voor de ander. Ja. Wat er precies speelde in de familie ligt nogal gevoelig. Er was een ernstige beschuldiging in de familiaire kring die achteraf onterecht bleek te zijn. Maar feit is dat de moeder van Anne daar in der tijd een andere mening over had dan haar vader. Doordat die gedachten uit elkaar liepen, is het zo gebeurd dat op een gegeven ogenblik mijn dochter bij mij op kantoor kwam. Ik werk bij mijn zoon nog. Ik ben wel gepensioneerd, maar ik ben daar nog aanwezig. Ja. En ze gilt eigenlijk naar mij toe van... Goh, papa, dat jij toch eigenlijk niet... in mijn vertrouwen dat jij toch zo over denkt, dat had ik voor jou nooit verwacht als mijn eigen vader. En ze gooit met een klap die deur dicht en ze gaat weg. En vanaf dat moment is ze tijdelijk thuis weggebleven. En daar komt mijn zoon niet tegen. Dan zou je denken, het is een conflict tussen Marielle en jou. Is dat weer opgelost? Ja, nou, weet je, daar gaat een hele poos overheen. Er gebeuren van allerlei heel vervelende dingen. Ik heb met spoed een open hartoperatie moeten ondergaan, waardoor de familie bij elkaar moest komen. Maar meteen kort erachteraan, binnen een jaar, mocht ik ook het ziekenhuis inkomen met corona, 2 jaar geleden. Waardoor de familie ook al een paar keer bij mij afscheid kan nemen, omdat het niet zo best ging. En zodoende is ze eigenlijk weer thuisgekomen en was ze dit eigenlijk maar weer helemaal vergeten. Ja, dus tussen jou en Marielle was het opgelost? Ja, ja, ja. Waarom is het dan toch een onenigheid tussen haar en de boer geworden? Jeroen is eigenlijk van mening dat zij niet zo tegen haar ouders tekeer mocht gaan. Eigenlijk, dat vond hij niet correct. En zeker niet bij hem ook nog eens een keer op kantoor, in de openbaarheid. En omdat Jeroen dat zijn zus zo kwalijk nam, zorgde dat voor een ruzie die nu al 3 jaar duurt. Hoe was het vroeger toen het nog wel goed was? Ja, fijn, heel, heel leuk. Ja, weet je, als ze vroeger uit school kwamen, dan had moeders thuisvrouw de kopje thee op tafel staan en de roze koeken. En dat is eigenlijk al die tijd er een beetje ingebleven. De roze koeken is een beetje het gezellig samen zitten en samen nog even napraten over de dag. Ja. En er was altijd een roze koek bij. Wat een mooi symbool. Ja. De roze koek, het symbool van de goede oude gezellige tijd. Ja. Nou, laten we die roze koekentijd weer proberen terug te krijgen vandaag. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja, het is toch een bijzonder verhaal. Marielle was dus een beetje boos op haar vader. Dat is intussen al lang opgelost. Maar haar broer, die het voor zijn vader opnam, daar is het na 3 jaar nog steeds niet mee opgelost. Nou, dit is dus het bedrijf waar Marielle behoorlijk tekeer is gegaan. Ik ben benieuwd hoe Jeroen gaat reageren nu. Dit zou het kunnen zijn. Volk, zit je te werken? Kijk, ja. Hallo zeg, ben je alleen? Ik ben alleen. Nou, gefeliciteerd. Bekend Volk. Zeker weten. Wat leuk. Ik ben Bert. Kijk, dag Bert, hi. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, waarmee? Je bent kandidaat. Ben ik kandidaat? Ja, in de grote familie Wie herkent Koektest. Oh. Nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Het is ook een vrij nieuw spel. Ik wil het met je spelen nu, dus als jij gaat zitten, kom ik even erbij zitten in mijn stoel. En dan gaan we hem spelen, deze grote test.
Nou ja, het is eigenlijk een vrij simpel, eenvoudig spel. En de hoofdprijs is best wel bijzonder. Oké. Nou, het is de koektest, dus ik zou zeggen, begin even met de merkpijp. De merkpijp, dat is deze. Punt 1. We houden het heel simpel, hè? Gevulde koek. Dat is deze. De kano. De kano, dat is volgens mij deze. Ja. Je bent er bijna. De sprits. Ja. Dat moet dan deze zijn. En tenslotte, de roze koek. Dat is deze. Het familiediner. Kijk. Ken je het? Ik ken het, ja. Heb je enig idee, Jeroen, waarom ik hier met dit bord en dit programma bij jou zit? Ik denk het wel. Nou, leg me maar uit als je wil. Ik denk dat het van mijn zus afkomt, denk ik. Half waar en half niet waar. Maar het heeft wel met je zus te maken. Ja. Want er is ooit een tijd geweest en daar ging met name die roze koek om. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe zit het met die traditie? Dat was lang geleden. Dat is vroeger bij ons thuis. En ja. Daar gingen we op bed televisie kijken met z'n allen, met de hele familie. Ja. Dan werd de thee ingeschonken en dan mochten we raden welke smaak thee dat er geserveerd werd. En, ja. Met de roze koek erbij. Met de roze koek. Nou, ik dacht, laat ik die nou even meenemen, want dat brengt misschien een beetje in de goede oude tijd. Want die is er geweest. Ja, klopt. Maar het is een keer misgegaan. Niet met mij persoonlijk, maar dat heeft weer meer met mijn ouders te maken. Ja. Je was op je ziel getrapt omdat om de manier waarop ze tegen jouw vader deed. Ja. Klopt dat? Dat klopt. En achteraf werd ik daar heel erg boos om. En omdat het mijn vader en mijn moeder betreft. Ja. Ja, en dan heb je bij mij een zwakke plek. Nou, de eerste reactie van Jeroen valt me niet tegen. Dat zegt nog niet alles, maar daar ben ik al blij mee. Dan nu met de tweede koekjestest naar moeder Marielle, de moeder van onze aangeefster. Nou zal die behoorlijk verrast zijn dat haar eigen dochter dit bedacht heeft. Nou, dit is toch weer mooi. Welkom thuis. Oh, wat is dit nou weer? Echt waar, hè? Hallo. Oh, de camera. Hi. Bert. Ja, dat zie ik. Hoi. Echt waar? Marielle. Dag Marielle, hoe gaat het met je? Goed. Ja, ik heb iets in mijn handen. Dat eist wel een beetje een nodige verklaring, denk ik, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Behoorlijk. Kan ik even achter je aanlopen? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Het is wel een beetje... Nou, dan kijken we dwars doorheen. Ja. Marielle, laten we eerst even dit enorme intelligente spel spelen. Dit familie raadt de juiste koektest. Oh. Het werkt namelijk zo, ik noem een koek en jij pakt de juiste koek erbij. Oké. Okay. Laten we beginnen met de gevulde koek. Ja. Ik heb gelijk het spel door, dat vind ik zo mooi. De kano. De kano, deze volgens mij. Die gaat zo goed, echt waar. Sprits. Ja. Ja, merkpijp. Het is een vrij streng spel dit. De roze koek. Ja, lievelings. Och jee. Och, het familiediner. Ja. Ik hoor er nu pas achter. Ja. Je had niet meteen een idee toen ik aanbelde, of in ieder geval toen ik achterom kwam wie ja, ik... Ja, had ik kunnen weten, hè? Ja. Ja. Nee. Ja. En dan met name de combinatie dit, maar ook die laatste koek. Zegt je dat wat? Roze koek, ja. Die heeft bij mij wel een geschiedenis, ja. Vertel even in het kort de geschiedenis. Thee met een roze koek in het grote bed bij mijn ouders. In de goede oude tijd. Ja, klopt. Ja, even heel concreet. Ja, boer Jeroen, daar was het ooit heel leuk en gezellig mee. Daar is het nu iets minder leuk mee, zeg ik wat voorzichtig. Ja, nee, dat klopt. Dat ja, klopt. Hoe is dat nou toch gekomen? Ja, eigenlijk miscommunicatie. Sowieso. Mm-hmm. Er zijn ook wat minder leuke dingen in het verleden gebeurd. Ja. Met mij, persoonlijk, als kind. Iets wat ik gewoon eigenlijk officieel misschien ook nog niet verwerkt heb. Maar daar heb ik mijn eigen manier een beetje voor. En dan gebeurt er iets waardoor dat gevoel weer opkomt en je wordt daar boos over. Ja. En de andere partij, mijn jongere broer in dit geval, vond dat heel erg dat ik boos deed tegen mijn vader. Dat was een kort moment. Ja. Stelde eigenlijk, als je het achteraf terugkijkt, maar dat is vaak helemaal niet zo heel veel voor. Ja. En dat is groter geworden, denk ik, onbedoeld dan dat het is. Maar het feit is dat je even onbegrepen voelde en dat je het geuit hebt door even iets dat stevig te zeggen. Even een stevige zin, die deur wel harder dicht dan ik normaal zou doen. En weggegaan. En weggegaan. En hoe moet ik me dat voorstellen? Is ze dan echt heel boos geweest? Kwam ze op hoge poten hier? Ja, dat was het. Ja. Maar hoe? Met een stemverheffing en de deur dicht gooien. Jij zat erbij? En ik zat hiernaast. Wat gebeurde er nou precies? Ik deed de kantoordeur open, want mijn vader en mijn broer werken op hetzelfde kantoor in twee delen.
En mijn vader begreep iets niet direct, waar ik nogal vol van zat met emotie op dat moment. En toen ben ik even een beetje boos geworden van, nou, als je dat niet begrijpt, mm-hmm. dan ben je wel heel dom of stom of iets in die zin. Ja. Volgens mij ben je dan wel heel erg dom, heb ik geroepen. Daarna heb ik een appje gestuurd van, dit wil ik niet. Ik vind het niet fijn zoals het gegaan is. En vooral omdat mijn ouders eigenlijk altijd klaarstaan wat er ook moet gebeuren. Of het nou oppassen is, of het nou bijschieten is met geld als er iets tekort komt. Een luisterend oor, ze zijn er altijd. Ja. Nou, en als het dan op die manier gereageerd wordt, ja, dan raak je mee. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, tot hier en niet verder. Ja. Nou, mijn interpretatie is dat het wel meeviel, want als ik echt boos zou zijn, dan ziet het er wel nog anders uit. Maar in onze familie is boosheid niet, ze heeft niet altijd een hele grote plek gehad. Mm-hmm. Je had je gewoon te gedragen naar je ouders, waar ik het op zich ook wel mee eens ben. Maar ja, in deze tijdsgeest waarin we nu zitten, vind ik het ook belangrijk dat je als kind gewoon ook een keer boos kunt zijn over iets. Nou, toen is het eventjes heen gesudderd en toen heb ik mijn zus geappt van, luister, ik wil graag een gesprek, één op één, dat ik kan uitleggen wat me dwars zit en wat er moet gebeuren om het weer lekker te laten lopen. Maar daar was mijn zus op dat moment niet klaar voor. En toen heb ik teruggestuurd van, ik hoor het wel als de tijd wel zover is. En daar is het gestopt. In principe zou je er met je boer toch wel uit moeten kunnen komen. Denk ik dan, als ik je zo heel verstandig hoor praten. Nou, ik denk ook dat het komt, dat ik toch het gevoel kreeg dat ik me moest verontschuldigen voor iets waarvan ik nog steeds niet snap waarvoor ik me moet verontschuldigen. Maar je doet er redelijk luchtig over, terwijl je denkt, ja, weet je, het duurt wel 3 jaar al. Dus hoe kan het, als jij er zo luchtig in staat, dat het dan gewoon niet opgelost is? Ja, omdat ik in dit geval een afwachtende houding heb aangenomen. Van, nu moet het een keer van die kant afkomen en niet van mijn kant af. Nou ja, kijk, deze enorme koektest, die heb je enorm goed doorstaan. Echt complimenten. Ja, goed, hè? De hoofdprijs is een diner. Ja. Dat diner, daar nodig ik jou van harte voor uit. Ga overleggen met jouw vrouw. Dat ga ik doen. En laat na een weloverwogen gesprek met jouw vrouw maar blijken wat je doet. Ja, dat ga ik doen. Er ligt een uitnodiging voor een diner. Dat diner is vandaag. En neem een weloverwogen beslissing. Oei, wat ben ik benieuwd of dit gaat slagen of niet. Ik heb er eigenlijk echt geen idee van, want zowel Jeroen als Marielle zouden allebei met hun partner gaan overleggen, dus we gaan het zo zien. In ieder geval kan ik je zeggen, het is altijd de moeite waard om een verzoeningspoging te ondernemen als mensen elkaar door ruzie al een tijdje niet meer zien. Dus zou je dat willen, meld je aan, dan kom ik je helpen. Aanmelden kan via de site hetfamiliediner.nl of even bellen 035 750 8282. En dan snel terug naar het restaurant waar Anne en haar opa Peter hun uiterste best doen om een prachtig verzoeningsdiner voor te bereiden. Maar iedereen houdt zijn hart vast, want gaat het lukken om broer en zus vandaag weer aan één tafel te krijgen, of niet? Anne en Peter, ja. Eindelijk, hè? Ja. Voelt het zo eindelijk? Zo voelt het, ja. Ja, hoe is het met de zenuwen? Nou, slecht. Die beginnen toch behoorlijk op te spelen. Ja, ja, nogal. Nogal, ja. Ja. Nou, de eerste limo is langs geweest bij Jeroen. We hebben gepraat over dat appje wat hij gestuurd heeft. Dat hij ook nog later geprobeerd heeft om het weer goed, in ieder geval het gesprek op gang te brengen. Dat zij daar niet goed op gereageerd heeft, je moeder. Hij zou het in overweging nemen, maar hij moest nog wel gaan overleggen met zijn vrouw Kim. Ik hoop dat ze ingestapt is. Ik ook. Ja. Maar het kan echt twee kanten op. Ja. Ja. Het is heel spannend gewoon. Ja. Kan niet anders zeggen. Ja. We weten het denk ik wel heel snel nu, want er komt vanaf die kant een limousine aan. Hey, meisje. Hi. Kekske, hè? Hey. Oh, hi. Lekker meid. Hi. Leuk dat je mee. Hier, daar kom ik mee. Kom even naast elkaar staan als je wil. Ja, neem Anne maar even tussen jullie in nu. Zeker. Ja. Hallo. Ik ben Bert. Hallo. Ik ben Kim. Dat vermoeden had ik al. Anne. Ja. Vertel maar wat je zo graag wil. Ja, dat het weer allemaal normaal kan gaan. En dat we gewoon verjaardagen weer met z'n allen bij elkaar kunnen komen. En met kerst. En opa's verjaardag komt eraan. En dat we dan gewoon met z'n allen samen kunnen zijn. Ja,
Wat is uiteindelijk de belangrijkste reden dat je hier staat? Wat hoop je? Natuurlijk op een goed samenkomen en dat we regelmatig elkaar kunnen zien, elkaar goede dag kunnen zeggen, bij verjaardagen inderdaad met elkaar kunnen zijn. Ja. Ja, ik wil niks liever, natuurlijk. We zijn, je zou kunnen zeggen, op de helft, maar ja, het kan nog echt twee kanten op. Ja. We wachten af en ik neem jullie lekker mee naar binnen en ik roep jullie erbij als weer een limo aankomt. Oké. Okay. Kom op, we gaan naar binnen. Ja. Nou, Peter en Anne, ik ben bij jullie thuis geweest. Ik heb met je moeder, Marielle, heb ik gesproken. Zij zegt, ja, weet je, er is toen even wat toestanden geweest op het kantoor. Zo boos was ik niet. En als ik dan een appje van mijn broer krijg, vind ik het jammer dat hij niet gewoon gevraagd had. Van, joh, wat was er aan de hand, in plaats van gelijk een beschuldigend appje. Nou wil ik niet alle goede moed wegnemen. Maar ik wil wel reëel zijn. Hou gewoon rekening. Ja. Ook met de mogelijkheid dat het niet gaat zoals we willen. Okay. Ja. We gaan het zien. Ja. Even kijken. Gaat eruit komen. Hi. Hallo Marielle. Hi. Muppet. Echt waar, hè? Jij. Ga maar even naast je dochter staan. Hou elkaar maar even goed vast. Je bent alleen. Ja en nee. Hij staat achter jouw beslissing, hè? Ja, misschien leg dat ook even uit en aan als je wilt. Ja, tuurlijk staat papa achter mij. Altijd, ja, altijd. Hè? Dat weet jij wel, hè? Ja. Nou, Anne, geef ik nou even het woord aan jou. Ik vond het gewoon heel belangrijk dat er eindelijk even gepraat, goed gepraat werd. Zodat we weer gewoon met z'n allen samen kunnen zijn op verjaardagen met kerst en zo. En opa die is bijna jarig en die wil het met iedereen. Ja. Die wil het met iedereen samen vieren. Dus ja, vandaar dit. Het was haar idee. Ja. Jouw vader heeft ze in haar complot betrokken. Ja. Wat wil jij graag kwijt, Peter? Nou ja, ik ben heel erg blij met dat ze er allemaal zijn. Ja. En het heeft lang geduurd. Maar dat komt goed. Weet je wel, toch? Dan ga ik je zo meteen mee naar binnen nemen. Volg mij maar, ik ga jullie voor. Kom maar mee. Hey. Oh, allebei. Hi. Wat een ander, of niet? Of die dan? Nou, wat een muppet, hè? Hey, meid. Peter ook erbij, zo. Ik wil nergens tussen staan. Dit is wat je wilde, Anne. Ja. Ja, nou geef ik jou gelijk maar even het woord. Ja, nou, ik ben echt super blij dat jullie zijn gekomen. Ja, het werd echt eens een keertje tijd. Ja. Ja, dit is echt een hele opluchting. Echt een hele opluchting. Omdat het gewoon een hele belangrijke, ik zeg, eerste stap is. Want ik heb met jou een heel gesprek gehad, geef even aan je zus aan, wat is voor jou belangrijk, Jeroen? Ik denk dat we moeten afspreken dat we elkaar in de waarde laten en elkaar respecteren zoals we zijn. Met al onze pluspunten en minpunten. Ja, voor mij is maar één ding, communicatie. Maar het maakt niet uit hoe verschillend we zijn of hoe, want daar zijn we allemaal. En weet je, in het vervolg gewoon, als er iets is, wat het ook is, of je denkt van iets, deur staat open, kom vragen, hé, wat was dat nou, waarom doe je dat? En dan zeg ik waarom ik dat deed en dan hoeft dit denk ik niet meer te gebeuren. Want hoe langer het duurt, denk ik, hoe lastiger, ja, ook ik net zo goed, de stap weer naar leuk hebben. Hoogste tijd om lekker aan tafel te gaan, vind je niet? Ja, dan ga lekker zitten allemaal. Ja.